Total Energy's exploration and production is al 40 jaar een leider in de olie- en gasindustrie met de focus op veiligheid en boorputintegriteit. Alle offshore activiteiten in Suriname voldoen aan strikte veiligheidsnormen en er zijn plannen voor blowouts en olielekkages. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technologieën zoals de Kinitec Blowout Stopper en Drill XAI technologie en er is een samenwerking met OSRL en WWC voor snelle interventies. Total Energies deelt wereldwijd kennis om offshore operaties veiliger te maken. Het ministerie van EZ heeft het prijsaanduidingsbesluit per februari 2024 gewijzigd om consumenten te beschermen tegen misleidende prijzen. Ondernemers moeten voor 1 september prijzen, inclusief belastingen en extra kosten, tonen, anders riskeren ze sancties. De Economische Controledienst houdt toezicht. Consumenten moeten hun bonnen ter plekke controleren. De verdachten SW, CHW en AB zijn bij de Hermitage Mall aangehouden door het regio-bijstandteam Paramaribo vanwege een geplande wapenhandel. In hun voertuig werd een schouderwapen met munitie gevonden. SW smokkelde het wapen 2 dagen eerder vanuit Frans-Guyana en wilde het verkopen. CHW was de bestuurder en AB was onwetend van de handel. CHW en AB werden na verhoor vrijgelaten. SW, ook gezocht voor andere misdaden, is in verzekering gesteld.